Dag, Thomas van de Vlucht, politie van Hilversum, Gooi en Vegstreken. Ja. Zou ik even binnen mogen komen? We doen een buurtonderzoek. Ja, tuurlijk. Eigenlijk legitimatievragen, hè? Ja, dat laat ik binnen aan u zien. Hoi, ik ben Thomas van de Vlucht en ik ga de aankomende tijd van DigiNL op pad en ik ga dingen tot de bodem uitzoeken. Dit is Thomas Checked. Onlangs zijn de officiële echte politiepakken gestolen en waarschijnlijk worden die nu gebruikt door criminelen. Dus we moeten extra goed gaan opletten of agenten wel echt politieagenten zijn. Ik ga kijken hoe scherp de mensen thuis zijn door mezelf voor te doen als politieagent. Maar eerst moet ik een goede outfit scoren. Oké, half uurtje later. Ik heb mijn eigen politiepolo. Ik ben heel benieuwd wie je intrapt en hoe ver ik je mee kan gaan. Goeiedag mevrouw. Hoi, Thomas van de Vlucht. Van politiebureau Hilversum en Vegstreken. We doen hier een buurtonderzoek. Zou ik even binnen mogen komen om een paar vragen te stellen? Niet? U trapt er niet in. Nee, sowieso niet. Ik bedoel, ik lees er wel eens wat van en ik hoor wel eens wat. Dus ik begin er gewoon niet aan. Niemand komt bij mij binnen. Poging 2. Oh, wat is dit weer spannend. Nou, we gaan kijken of ze thuis zijn hoor. Goeiedag, Thomas van de Vlucht van Gooi, Hilversum en Vegstreken. We zijn hier een buurtonderzoek aan het doen. Zou ik even binnenkomen voor wat vragen? Nee. Hoezo niet? Ik wil je zien wie je bent. Ah, oké. Okay. Nee, dan is het goed. Leek genoeg. Dankjewel. Dat we er volgens mij helemaal niet in, hè? Nee, zeker niet. Nee? Het viel me op dat hij toen hij aankwam, dacht ik, is van DHL. Maar toen ik door de deur keek, zag ik een paar gimpen staan. Ik denk, nee, dat is geen politie. Goedendag, Thomas van de Vlucht. Politie van Hilversum, Gooi en Vegstreken. Ja. Zou ik even binnen mogen komen? We doen een buurtonderzoek. Ja, tuurlijk. Eigenlijk legitimatievragen, hè? Ja, dat laat ik binnen aan u zien. Binnen? Ja. Echt waar? Ik wil eerst een paar vragen stellen. Oh? Dat is wel heel apart dat je het binnen vast laat zien. Ja. U trapte er volgens mij niet in. Bijna wel. Ja. Ja, ik liet hem toch wel even binnen. Hij stond al binnen? Hij stond al echt hier over de drempel heen. Ja, klopt. Goeiedag mevrouw. Er zijn veel zakrollers hier actief, dus heeft u uw portemonnee goed opgeborgen? Nou, ik heb hem in mijn tas. En dan weet je normaal, maar dan doe ik hem op mijn buik. Oké. Okay. Let goed op uw spullen, hè? Bedankt. Heeft u verder geen gekke dingen in uw tas zitten? Nee. Zal ik even in uw tas mogen kijken? Ja, natuurlijk. Kijken. Ja, dat is allemaal prima. Je trapte er gewoon met ogen open in. Ja, zeker. Oké, politie nadoen is moeilijker dan je denkt, maar als ik een beetje doordramde, werkte het wel. Dus dames en heren, let goed op en vraag om legitimatie. En bij twijfel, bel 112. Oké, dit was de eerste item van Thomas Check. Vond je dit nou een toffe video? Geef dan sowieso een duimpje omhoog. En ik ben heel benieuwd wat jou bezighoudt. Laat het even in de comments hieronder weten. En je weet, ga ik het de volgende keer uitzoeken. Vergeet vooral niet te abonneren, te liken en met iedereen te delen. Tot volgende week.